De douanerecherche en de narcotica brigade hebben in de nacht van maandag op dinsdag op het nieuwe havencomplex 978 kilo cocaïne onderschept. Tijdens het onderzoek werden tientallen sporttassen met het verboden spul gevonden die in twee containers waren verborgen. In de containers zaten goederen voor de export. De 38-jarige Michel S. is in deze zaak aangehouden.